Ja, goedemiddag dames en heren. Hadden we net de honkballers van Schiedam aan tafel. Hebben we nu echt een internationale topper en haar trainer, Britt Eerland, de Schiedamse tafeltennister, die zich aan het voorbereiden is op de Olympische Spelen die gaan komen, waar ze zich hopelijk voor gaat kwalificeren. Ja, zit aan tafel, ze gaat ons een kijkje geven in de keuken van het echte topsport, de absolute topsport en alles wat daarbij komt kijken. Britt, welkom. Anton, plezier, welkom. Ulaitje, ja, je zit er nog steeds, hè? Dus, ja, ook welkom. Ja, hartstikke mooi. Britt, je bent hier naartoe geraced vanuit Papendal. Wat voor training heb je net gehad? We hebben net de trainingstage gehad. Eigenlijk zou het zijn voor een oefentoernooi in Rio de Janeiro. Die is jammer genoeg afgezegd, maar de trainingstage ging wel door. Op zich gewoon hartstikke goed met team trainen en met sparring erbij. Al nieuwe coaches erbij, dus dat is altijd goed. En elke dag gewoon lekker twee keer trainen en vol ervoor gaan. Jezelf verbeteren, ja. Jazeker. Ja. Nou ja, we kennen elkaar al wat langer, zeg maar. We zijn een keertje komen kijken bij een training. Nou, dat is dat ziet er geweldig uit. Je was even de Palmelares, hè, zo noemen we dat dan. Je bent Europees jeugdkampioen geworden in Istanbul. Op je 12e maakte je debuut in de Eredivisie bij Brandenstad in Schiedam. Daarna jeugdkampioen 2006, 2007, 2008, 2009. Ja, ik kan er wel even doorgaan. Je hebt een WK gespeeld al. Ja, Nederlands team zit je. Ja. Ja. En je bent 21, hè? En ik ben 21. Je bent 21, ja. En nu moet de kroon dadelijk komen naar de Olympische Spelen toe in Rio daarvoor. Ja, je begint met tafeltennis en dan? Ja. Eigenlijk begon ik sowieso op tafeltennis door mijn vader. In het begin zat ik zelf nog een beetje te twijfelen, ga ik het echt doen, ja of nee? Ja. Maar uiteindelijk begon ik wat te winnen. Ik denk van, nou, ik ga toch maar even door. En uiteindelijk kwam Anton erbij om mij beter te begeleiden. Ja. Samen eigenlijk met Laurens Stromer. Die speelt ook goed bij de heren, ook uit Schiedam toevallig. Bij deze? Bij deze, ja. Die komt er ook bij. En eigenlijk in die club waren er sowieso wel, het is Noad. En daarna en Brandenstad bij elkaar. En eigenlijk heel veel verschillende mannen waarmee ik kon trainen. Eerst was het inderdaad via de jeugd, ga je door naar de senioren. En eigenlijk in Nederland, was zoals het daar al staat, ben ik op mijn 12e al hoogste bij de dames. Ja. Dus daarna ga je inderdaad door bij de mannen. Ja. En later kwam ik heel veel Europees niveau terecht. Heel veel trainingstages gedaan, ook weer samen met Anton. Ja. Heel vaak naar statistica geweest in Hongarije. Nou, eigenlijk meer oppas dan de coach toen. Ja, inderdaad. Heel goed. Ja. Ja. En en langzaam gaat het zo. Eigenlijk 2010, toen Europees jeugdkampioen, was eigenlijk voor iedereen verbazingwekkend. Want het jaar daarvoor als cadet had ik 4 kwartfinales en geen medaille. Okay. Dus was zuur. Ja, zeker, zeker. Maar uiteindelijk is het toch wel later gelukt. Ja. En dan stiekem wordt de droom groter. Ik heb ook nog meegedaan aan de Europese. Nee, aan de Olympische. Aan de, Olympisch toernooi voor de jeugd in Singapore. Ja. Op een gegeven moment wordt de droom dan groot om bij de echte Olympische Spelen mee te doen. Ja. En sindsdien is dat mijn droom geworden. Ja, en dat gaat hopelijk wel lukken. Nou, dan maken we even het bruggetje naar Anton. Ze zeggen het zelf al, jij bent een rode draad in het verhaal van de carrière op dit moment. Jij wordt trainer. Je hebt zelf altijd getafeltennist. Wat is jouw carrière? Nou ja, het is wel een niveautje 6e klas zondagmiddag dat ik altijd zelf gespeeld heb. Okay. Ik ben eigenlijk toen, er was bij ons bij Noad op een gegeven moment geen trainer meer. Dus toen was ik 18, toen ben ik daar eigenlijk mee begonnen. En dat was eigenlijk gewoon echt hobbyën. Ja. En op een gegeven moment, komen er een aantal spelers binnen die met talent. En die, dan ga je zelf ook door. Ja, maar dan krijg je met Britten maken. En wanneer ontdek jij van, die kan er echt wat van. Zie je dat dan gelijk? Of, aan het begin was Britt voornamelijk gewoon aan het spelen, leuk bezig met het balletje. Was niet echt wat je dacht van daar spring, dat is het supertalent. Nee. En die begeleiding, hè, was snel ook aankaarten, waar bestaat het uit? Waarin had ze extra begeleiding nodig? Nou ja, toen ze heel jong was ging het gewoon puur om uren maken. Dus dat is met meerbal, dus dat heb je toen gezien toen wij erbij waren, zeg maar. Toen met die training, dus dan sta ik naast tafel en geef ik heel veel ballen aan. En op een latere leeftijd wordt dat steeds meer coaching. Is het ook elke snelheid opvoeren of zo? Kijken we, ja, eerst is het de techniek in trainen en vervolgens is het de snelheid verhogen. Ja, oké. Ja, het is, hoe heet het? Ja, jij gaat natuurlijk nu, je bent je aan het voorbereiden. Er staat eigenlijk een toernooi staat er voor de deur, ergens in mei is dat of zo? Olympische kwalificatie is in april. Maar de eerste toernooi die straks komt is in januari. Oké, in januari. Maar dat is nog geen, daar kan je nog niet kwalificeren. Dus je moet je echt op dat één toernooi wat gaat komen, hè, daar moet het gewoon gaan gebeuren. Ja, klopt. We hebben inderdaad bij de trainingstage met het team over gesproken. Ja.
Het enige toernooi wat is, is in april. En ja, er zijn maar 10 plekken. Dus okay, er wordt nog... 10 van de hoeveel gaan er dan... Nou, waarschijnlijk gaat heel Europa meedoen. En heel Europa mag 3 spelers gaan inschrijven. Okay. Wij mogen er 2 inschrijven, want Li Jiao onze nummer 1 al gekwalificeerd heeft. Oké. Okay. Dus... Als op persoonlijke titel? Ja, zij is zeg maar... Bij de Europese Spelen, die er toen waren in Baku, zijn we met team als 2e geëindigd. Maar daar konden we nog niks mee winnen. Nee. En bij de enkel was het zo van de nummer, degene die hem wint, die krijgt een ticket voor de Olympische Spelen. En dat was toen Li Jiao. Ook de finale was Li Jiao, die allebei uit Nederland. Ja, maar dat is dus echt Li Jiao, dat is echt de topper op dit moment, zeggen we, naast jou natuurlijk. Maar van Nederland. Ja, sowieso. Samen met Li Jiao. Maar Li Jiao is ook nog 42. Okay, ongeveer, ja, geef hem aan. En dat is natuurlijk nog hartstikke knap vanuit als ze het nog zo goed kan spelen. Laatst was het nog van de nummer 3 van de wereld. Ja. En dan ben je toch best wel weer verbaasd, maar wel maar knap. Waar ligt dan die leeftijd, zeg maar, we hebben het net met de honkballers over gehad. Dat het op latere leeftijd leg je top dan echt. Maar met tafeltennis, is dat een, zit jij nu, moet je jong zijn om goed te presteren? Of legt het pas als je 30 bent? Of wat is... Nou, normaal zeggen ze voor de Europese is het aan de eind 20. Dat een echt piekmoment is. Voor de Chinezen is misschien begin 20, want daarna hebben ze weer 10 andere goeie of weet ik veel hoeveel. Die moeten echt precies, natuurlijk. Ja. En soms inderdaad heb je wel die laatkomers, maar eigenlijk tafeltennis heb je ook heel veel ervaring mee nodig. Ja. Dus ook inderdaad hoe je wedstrijden gaat spelen en tactieken en inderdaad natuurlijk uren maken erbij ook. Ja. En zij kan dat gewoon heel goed allemaal. Ze is ook mentaal gewoon supergoed, dus zij houdt het gewoon vol. En heel veel fysiek doen ze momenteel om inderdaad niet geblesseerd te raken. Nee, absoluut. Want het lijkt me ook wel een red race als je op een gegeven moment op jouw niveau zit. Hoeveel train jij in de week? Of, je hebt een A-status, hè? Ja, momenteel heb ik zeker A-status. Hun supporten mij natuurlijk met een maandelijks bedrag eigenlijk. Okay. En ik kan ook declaraties doen wat ik dan echt doe voor de sport. Ja. En wel alles echt sportspecifiek natuurlijk. En voor de rest is het natuurlijk mooi en mooie media komt er natuurlijk meer bij. Ja. Je hebt Team NL en alles via NOC-NSF. Ook op de grote toernooien gaan hun heel veel dingen regelen. Ja. Ook het team omheen, zoals medische staf, komen ook dan van hun erbij. Dus, dat krijg je allemaal gefaciliteerd? Ja, sowieso ook op de CTO wordt ook nog heel veel gedaan. Okay. Dat op Papendal, zeg maar, de trainer. Daarnaast train je ook nog gewoon Schiedam, zeg maar, individueel, zeg maar. Met, ja, klopt. Met je coach. Met Anton, ja, want ik vind hem gewoon het beste in multibal. Dus dan, multibal, dat is echt een dingetje. Dat is een dingetje, koning multibal. Ja, ik ben, ik weet niet of ik koning multibal ben, maar dat is wel mijn specialiteit. Ja, oké. En dat vind ik ook het leukste om te doen. Ja. Kun je uitleggen wat het is? Ja, wij zijn een keer bezig kijken. Wij, bijvoorbeeld wel een mooi schouwspel. Je moet het online zetten, inderdaad. Het is best, multibal. Ja, typ het in op YouTube, denk ik. Hè? Dan krijg je, Ik weet niet of multibal erbij komt. Maar... Ja, ik denk dat daar wel genoeg filmpjes over te vinden zijn. Ja. Maar het komt er eigenlijk op neer dat ik naast de tafel sta met een bak met ballen. En dan gewoon een aantal oefeningen aanspeel. Dat is eigenlijk op vrij hoog niveau. Ja, maar hoe goed kun je een speelster, zeg maar, maken ten opzichte van de talent als trainer? Kan je nog veel doen? Kan je met oefeningen? Nou ja, tafeltennis is natuurlijk een vrij technische sport, dus je zal de diverse slagen wel moeten aanleren. Oké, die leer je echt aan. Ja. Zoals jij zei, je was een keertje was je geweest in Oostenrijk of zo. Daar kwam je terug en dan was sloeg je ineens met links. Nee, dat klopt. Anton had ook een keer een opdracht dat hij mijn voorhand moest laten zien aan andere trainers van de vooruitgang. En eigenlijk mijn voorhand was beter dan toen ik terugkwam. Dus hij heeft die filmpjes ook zelfs omgedraaid om te laten zien met de vooruitgang. Echt waar? Ja, dus ik heb de nafilmpjes gebruikt als vooraf, zeg maar. Want zo slecht zijn we begonnen. Een jaartje Oostenrijk en zo is ze teruggekomen. Ja, oké, maar dat was... Oostenrijk was dus, dat was geen succes, toch? Of wel? Nee, het was niet echt een succes. Nee, oké, maar dan gaat ze naar een andere trainer. Ja, nou ja, dat hoort er ook. Je moet ook op een gegeven moment, als speler moet je natuurlijk ook je moet jezelf ook ontwikkelen. Jouw keuze? Ja, op dat moment wel. Want eigenlijk vanuit de jeugd wordt heel vaak gezegd van, je moet naar het buitenland gaan om goed te worden. Okay. En ik had wel een paar plekken in gedacht. Ik ben zelfs nog een weekje naar Japan gegaan om te kijken of het daar eventueel kon. Ja, dat is echt natuurlijk Japan, maar Azië, ik denk. Maar dat is inderdaad lastig. Ook eigenlijk in Wenen was het al lastig, omdat ik inderdaad gewoon mijn familie miste. En je hebt daar echt alleen maar tafeltennis, terwijl ik graag ook nog andere dingen gewoon af en toe erbij doe. Ja. En uiteindelijk toch gekozen om gewoon terug te gaan en hier een goede... Maar merk je zelf met die slag wat je net aangaf, merk je zelf dat je achteruit bent gegaan of stilstaan hebt gestaan dat jaar? Of... Heeft Anton je daarop gewezen? Eigenlijk zeg maar dat jaar inderdaad waren er
weinig prestaties. Toen ik inderdaad terugkwam en het door had en meer eigen keuzes ging maken, heb ik eigenlijk mezelf heel erg ontwikkeld daarin. En toen stond ik wat beter achter tafel en daarna heb ik weer inderdaad gepresteerd. Ja, dus okay. Eigenlijk aan de ene kant was het op dat moment geen goed besluit, maar achteraf ben ik wel zelf meer gaan nadenken. Dus dan was het wel weer sterker uit inderdaad. Ja. Ja, ze zijn wel een stukje volwassener geworden. Ja, precies. Je kan altijd een stap terug doen en twee stappen vooruit. Dat is eigenlijk de conclusie van dat verhaal geweest. Maar dan gaan we even terug naar inderdaad de vraag van, ja, hoeveel train je nou? Hè? Oh ja, dat is eigenlijk gewoon twee keer op een dag. Twee keer op een dag, oké. Ja, en dan daarbij probeer ik ook nog gewoon, of niet daarbij, daarin doe ik nog twee keer per week fysiek. Soms drie keer, zeker als ik toen geblesseerd ben geweest, ga ik gewoon inderdaad gewoon veel meer fysiek doen. En vaak in het weekend was competitie, momenteel is het in Frankrijk en dan speel ik competitie op een dinsdag. Oké. Ja, dus dat is even wat anders. Ja, want dan kom je, je bent jong, hè? Je komt in dat circus terecht. Ja, je gaat, je vliegt overal naartoe. En dat is best wel pittig natuurlijk. Ik heb de moeder even aan die daar op de bank zit, hè? Als dochter. Hè? Dat is wel pittig natuurlijk, dat je dochter ineens heel de wereld overvliegt. Ja, misschien dat ze... Ja, dadelijk, kom er even bij. Ik probeer gewoon op een... relatief gewoon heel ver. Gewoon haar zoveel mogelijk te steunen in alles. Zorgen dat ze op tijd naar bed gaat. Dat ze goed eet. Nou, noem al dat soort dingen. Maar in Schiedam had ik daar meer controle over. Dat is onzin, want uiteindelijk moest ze het altijd zelf doen. Ja. Maar daarnaast het gemis van eten met elkaar aan de eetkamertafel. Ja. En de kleine dingetjes, de knuffels, noem maar op. Ja, dat is... Maar met sociale media tegenwoordig en de Skype en alles... Het is toch anders. Ja, natuurlijk. Ik zie je tegen een computerscherm. Klopt, inderdaad. Nee, oké. Okay, ja. Maar nu is het nog lekker in Nederland. Ze gaan niet naar Brazilië. Tenminste, wel naar Brazilië, maar trainingstage heb ik het dan over. Hè. Ja, maar vaak als ik terugkom, dan ga ik inderdaad eerst uurtje langs mijn moeder, uurtje langs mijn opa en oma, uurtje langs mijn vader. En dan probeer ik inderdaad weer even iedereen snel te zien. Ja. Ja, en je sociale leven dan hier, dat is, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment heel veel vriendinnen in het tafeltennis hebt, zeg maar, dat je elkaar tegenkomt, dat je steeds weer hetzelfde circus, zeg maar, wat zich verplaatst naar een ander land. Ja, zeker. Ik had ook laatst een verjaardag en dan was er een meisje van Israël was aanwezig, eentje van Slowakije, eentje van Finland en iedereen kwam dan gewoon zo naar mijn verjaardag toe. En eigenlijk ben ik ook in al die landen, kan ik gewoon gaan, omdat ik daar vrienden heb zitten en die zeggen je bent ook hier welkom. Dat is jouw wereld ook. Jij weet niet beter, toch? Ja, ik vind het inderdaad wel gaaf ook om een verjaardag gaat ze van, hé, wie is dat dan en dat dan. Maar ja, ik vind het inderdaad heerlijk, ook het reizen en daarmee het mens ontmoeten en inderdaad vrienden behouden en elkaar daarin helpen. Ik ben een paar keer in Zweden geweest en die vriendin van mij, die regelt echt alles voor mij. Dat was wel fijn. Ja, leuk is dat. Hij heeft terug naar trainen, je traint twee keer per dag, ik neem aan een uurtje of twee per sessie. Hoe slopend is dat, zeg maar, in de loop van de week? Ik neem aan dat je maandag makkelijker traint dan op vrijdag dan. Ja, zeker. Ook inderdaad vandaag, dan was ik wel iets zagrijniger. Als iemand dan zegt van, nou Britt, die moet je even anders doen. Dan zeg ik van, nou, doe het lekker zelf of weet je wel. Ja, maar ik probeer het altijd wel gewoon goed vol te houden. Mijn begin van de week, of sowieso in het begin ga ik gewoon kijken van, oké, ik wil tweezijdig spinnen. Ik wil mijn voorhand gaan verbeteren en dat probeer ik altijd gewoon vol te houden. Wel, als ik inderdaad echt een pijntje ga voelen, dan probeer ik wel een beetje aan te passen. Dan ga ik wat sneller service ontvangst doen en de kleinere dingen erbij te doen. Maar momenteel ben ik aardig moe. Dat merk je inderdaad, zeg maar. Dat ik inderdaad mijn ogen een beetje pijn doen, mijn lichaam een beetje zuur is. Dan denk ik van, nou, nu moet ik wel weer even rusten. Je hebt altijd wel een rustdag in de week zitten? Vaak is het gewoon altijd de zondag. Zondag echt rustdag? Ja. Okay. En als trainer dan de vraag van wat is Britt voor, je praten waar je bij zit. Ja, wat is het voor speelster? Moet je motiveren? Nee, Britt hoef je niet te motiveren, eerder afremmen. Oké. Okay. Blijft altijd gewoon doorgaan. Is het ooit een probleem geweest dan? Dat je dan je moest gaan remmen want dat het verkeerd ging of fysiek misschien? Of? Nou ja, dat gebeurt regelmatig nog. Dat ze van zichzelf vindt dat ze meer moet doen of meer uren moet maken of het beter moet doen. Dan moet je af en toe gewoon even zeggen van joh, dat is prima zo. Ja. En jij gaat als coach zeg maar, je hebt samenwerking met de bond hè. Die hebben bepaalde trainers en dan moet je eruit handen geven als ze dan met het Nederlands team meegaat zeg maar. Heb je dan nog een vinger in de pap? Nee, dat is toch prima. Ik heb met de jeugd heb ik alles gevolgd, ook als jeugdbondscoach. Ja. En nu is het aan iemand anders om dat vervolgens te doen. Want wat is jouw status nu? Je bent gewoon trainer of doe je nog wat? Ja, ik geef verschillende mensen. Nou, Britt is daar een van individuele begeleiding. Okay. En daarnaast doe ik dan wel voor de bond nog wat onder 13. Dus dat zijn de kleine kinderen die dan periodiek naar Papendal toe komen. Die geef ik dan training. Ja, maar die andere trainer, jij bent echt een persoonlijke trainer. Die zeg maar dus echt op de persoon zeg maar wordt ingehuurd. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, daar komt het in principe op neer. Okay. Maar wel volgens jouw visie? Of?
Ja, ik ga me niet aanpassen aan de speler. Dus nee, dan ze weten wel waarvoor ze kiezen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, precies. Nou, nu staat dadelijk het grote toernooi, tenminste het kwalificatietoernooi. Hoe ziet je weg eruit daar naartoe vanaf nu? Vanaf nu is het heel veel trainen. Heel veel trainen, ja, okay. Heel veel trainen. In Schiedam? Ik probeer een goed balans te vinden. Tot wat ik dan hier doe en wat ik ergens anders ga doen. Ja. Zeg maar, voor mij is het ook wel belangrijk om een nieuwe prikkel op te zoeken. Ja. Omdat inderdaad, als je 2 maanden alles maar hetzelfde doet, dan heb je inderdaad echt gewoon het gevoel, ik doe alles maar hetzelfde. Dus een nieuwe prikkel is soms wel fijn om nieuwe mensen om je heen. Ik ben ook inderdaad van plan om begin december gewoon een weekje naar Düsseldorf te gaan. Er staat echt een hele goede groep van allerlei spelsystemen. Ja. En ik heb daar ook een vriendin zitten waar ik dan weer kan slapen. Okay, dus dan kan het weer, inderdaad weer heel mooi combineren. Er zijn ook concurrenten natuurlijk van je, eigenlijk. Hoe zie je dat dan? Hoe ga je dan... Ja, sommigen wel natuurlijk en sommigen niet. Maar eenmaal als het als scorerapport erbij komt, dan is het jammer dan we gaan tafeltennissen. Dus zodra het voorbij is, dan zijn we gewoon weer vriendinnen. Ja, sommigen inderdaad, in het verleden is het wel wat lastiger gegaan. Maar zulke vrienden zoek ik wel, zeg maar. Van tafeltennis en omheen zijn we gewoon mensen. En dan laten we het dan ook gewoon zo aanpakken. Ja, precies. Dus, dat is natuurlijk wel een kunst om... dat je vriendinnen bent op de tafel, wil je elkaar gewoon Dat zeker weten, natuurlijk niet leuk om inderdaad... Komt de vriendschap niet ten goede dan? Nee, maar het komt allemaal goed. En eigenlijk inderdaad, dan heb ik in december, ben ik daarna weer een weekje terug. En daarna heb ik 2 competitiewedstrijden. En op zich gewoon die wedstrijden in te houden is natuurlijk goed voor de wedstrijdritme. Ja. En dan in januari zijn er alweer 2 toernooien, eentje in Hongarije en eentje in Duitsland. En in februari hebben we het WK. Dus dat is ook nog wel een belangrijk moment. Okay. En daarna hebben we... We gaan weer met het team. En vorige keer waren we in de kwartfinale. Okay, dus waar het wordt in Maleisië gehouden. Oké. Dus ben ik nog nooit geweest, dat is leuk. Weer nasi. Nou, het is wel lekker Aziatisch eten. Ja. En ook gezond. Ja. Lekker nee, en gezond. Absoluut, dat geloof ik, ja. Dus ja, en dan later hebben we de voorbereiding en dan hebben we het toernooi alweer. Dus eigenlijk komt het best snel. Dat is inderdaad... Agenda is helemaal vol, inderdaad. Agenda is wel echt wel helemaal vol. Inderdaad, zo goed mogelijk trainingen gaan regelen en gewoon gaan. Wie stelt dat rooster op? Doe je dat zelf? Overleg met Anton? Momenteel doe ik het zelf, maar inderdaad wel met overleg met Anton en met de bond. Inderdaad, hoeveel ik mag doen of hoeveel er mogelijk is en wat de bond voor mij kan betekenen. Dus is inderdaad goed kijken van wat het beste is voor mij momenteel. Maar moet je ook daarin afgeremd worden wel eens? Dat je niet te veel wedstrijden gaat spelen of te veel toernooien? Het is alleen maar goed dat je te veel speelt. Momenteel is het heel erg tactisch. Zeg maar, voor jou en Jack qua ranking moeten ze kijken welke toernooien ze wel en niet spelen. Het is eigenlijk hetzelfde voor mij. Voor mij, ik moet nu een beetje gaan stijgen met mijn ranking. Dus ik moet toernooien gaan spelen waar ik alleen maar kan winnen. Dus ik moet eigenlijk hele goede toernooien spelen, zodat ik inderdaad tegen betere kan winnen. Ja. En hetzelfde voor jou en Jack moeten ze kijken welke toernooien ze spelen, zodat ze niet gaan verliezen. Ja, ja. Dus momenteel is het heel tactisch welke toernooien we wel en niet gaan spelen. Want hoe groot is die toernooiwereld dan? Dat je zegt, je kiest eigenlijk je eigen toernooi uit op deze manier. Toernooien, inderdaad. De bond stelt voor deze en deze toernooien, die kunnen wij gaan betalen en die kan je gaan spelen. En eigenlijk ga je inderdaad in overleg bekijken of dat goed is voor jou, ja en nee. In augustus heb ik 3 toernooien gespeeld, omdat ik eigenlijk echt weer die wedstrijdritme wou. Terwijl de anderen gewoon 2 of 1 toernooi hadden gespeeld. Ja. Dus het wordt wel echt per speler bekeken wat het beste is voor diegene. Ja, oké. Okay. Ja. En de competitie die speel je in Frankrijk. Dus hoe gaat dat? De Nederlandse competitie is te klein voor mevrouw Eerland? Nou, ik ben bij de mannen heb ik langzaam omhoog gegaan. Ik ben echt hoofdklasse begonnen. Derde divisie, tweede divisie, derde divisie, dan weer tweede, dan weer eerste. En heel dat zo, tot de eredivisie. En laatste seizoen had ik 80% gespeeld. En toen dacht ik van nu is het wel tijd om inderdaad naar het buitenland te gaan. En dat zijn de toplanden? Duitsland en Frankrijk bij de vrouwen. Dat zijn echt de beste. Momenteel Hongarije een beetje. Maar dan moet je wel goed kijken eigenlijk. En bij de mannen heb je ook nog Zweden. Oké. Ja. De entourage is daar gewoon geweldig. In Duitsland komen altijd heel veel mensen kijken. Maar die gaan wel gelijk weg naar de wedstrijd. Dat was wel heel apart, ja. En nu in Frankrijk, dan komen er nog steeds veel mensen kijken. Ligt het nog wel aan naar welke vereniging je gaat. Maar daarna gaan ze inderdaad nog wel bier, wijn en dan komen de crepes met Nutella. En ik zit ook wel van, oké, dit is niet echt sportvoeding, maar ik doe mijn best. Maar het is wel gezellig. Inderdaad, iedereen blijft na de wedstrijd en dat is gewoon echt fijn. Ja, dus dan heb je echt een clubgevoel en dan heb je ook contact en hooligans of supporters. Ja, sowieso. Ik heb inderdaad ik heb hier voorheen in Duitsland gespeeld. En daar heb ik echt nog wel een paar die me nog steeds een beetje berichten sturen op Facebook. Van, hoe gaat het nu? En wanneer kom je naar Duitsland? En kan je even een shirt op
sturen, want ik wil een shirt van je. Dus ja. Dat gaat inderdaad wel zo. Ja, dat is leuk. Nee, absoluut. Je wordt niet gestalkt in ieder geval. Heel soms, maar dat probeer ik wel af te kunnen. Ik word ook dagelijks gevolgd. Ja. Hey, en het toernooi in Nederland zelf, die vindt ook wel plaats? Of ja, en 3 januari hebben we Masters. Dan ga ik ook aan meedoen en Li Jiao ook, maar Li Jiao niet. En straks in maart hebben we het NK. En dan is het eigenlijk andersom, dan doet Li Jiao wel mee en waarschijnlijk Li Jiao niet. Maar ik doe wel mee. En waar zijn die toernooien in Nederland? Wat voor plaats? Bij Masters komen die in Leiden. Daar gaan we naartoe. Hè? Gaan we naartoe. Top, top. Met deze zijn we uitgenodigd. Natuurlijk, iedereen is welkom trouwens. Ja. Dus, en het NK is volgens mij in Zwolle. Kijk. Ja, leuk. Zoiets verder weg. Jij gaat naar Maleisië, maar ja, Zwolle is een hele reis. Ja, ja, naar Frankrijk is zelfs 10 uur met de trein. Dus. Ja, waar speel je dan? Waar is eigenlijk in Quimper, maar dat is in Bretagne. Zo. Dus ja, dat is met inderdaad de trein even. Of zo? Ja, dan ga ik maandag heen met de trein, even 10 uur reizen. Dan ga ik dinsdag spelen en dan woensdag weer terug. Ja. En dan, wat doe je? Train een beetje lezen, een beetje. Want je zit ja. Niet meer op school, hè? Ik zit niet meer op school, nee, okay. Dat klopt. Dus je hebt topsportklasse heb je gehad in Rotterdam, heb je gezeten. Ja. Zat je met bekende voetballers, onder andere zat je. Met Jean-Paul Boetjes, ja. Daar heb ik mee in de klas gezeten, dat is altijd zo. Hoe is die sfeer daar op zo'n school bijvoorbeeld dan? Dan zit je met allemaal mensen die het gaan maken, of hopen het te gaan maken. En, hoe nou, in het begin is het nog wel apart, want dan heb je kunst en cultuur, je hebt normale mensen en je hebt de sporters. En eigenlijk qua uiterlijk... Normale, je hebt kunst en cultuur en je hebt normale mensen. Ja. Nee, maar die kunst en cultuur die doen dans, zang en dan... Die zien er ook natuurlijk wat anders uit. Die ziet er wat meer extrovert uit. En dan heb je echt de sporters, die zitten inderdaad van niet zeuren en we gaan het gewoon lekker doen. Ja. En dan heb je nog een beetje normale mensen tussen hobben. Dus je hebt inderdaad begin is het hele mengelmoes. Ja, op zich wel leuk, want inderdaad echt heel veel verschillende soorten mensen. En later komt het inderdaad, worden die klassen wat meer gespreid. Ik heb ook een keer mediatraining gehad. Ja. Dus dat was... Gelukkig. Maar inderdaad, dan zit je inderdaad, moest elke sport moest inderdaad een spreekbeurt houden of een interview. En dan kwam dat echte sport omhoog, ja. Dat is wel gaaf. Daar hebben tijdens de mediatraining hebben we het eruit geslagen dat je spontaan moet zijn. En dat je maar alleen maar gereserveerd moet zijn tegen de media en de pers. Ja, inderdaad opletten wat je zegt. Ja. Inderdaad dat je niet andere mensen zwart maakt. Nee, dat is ook belangrijk natuurlijk, ja. Hey, en het trainen zelf, hè? Je traint natuurlijk op zoveel uit spelen, zeg maar train je ook tactisch? En hoe ziet zo'n tactisch training dan uit? Ja, dan komt eigenlijk weer een beetje de multibal erbij. De multibal, ja, want met multibal kan je natuurlijk die ballen eindeloos aangeven. Maar je kan ook inderdaad op de kleine dingen gewoon focussen. En vaak in de wedstrijden gaan die kleine dingen juist verkeerd. Want een back-end spin, een forehand spin, die heb ik al. Dus dan heb je inderdaad echt het kort leggen of de flip. En die komen dan inderdaad weer bij de multibal. En die gaat natuurlijk soms ook wedstrijden terugkijken. Via video. Hoe de wedstrijden zijn gegaan. En ik heb er heel veel moeite mee gehad. Ja. En hij heeft inderdaad echt een paar keer naast gezeten. Van Britt, zo moet je het aanpakken. Dat was echt vreselijk. Ze kon zichzelf niet echt zien tafeltennissen. Als ze een hele slechte wedstrijd gespeeld was, dan was de reactie dus heel negatief. En dan gingen we die wedstrijd gewoon 2 dagen later weer kijken. Exact dezelfde reactie. Nog steeds stampend achter die tafel. Dat heeft ze nu wel geleerd. Omdat je gewoon niet ja. Je zag waarom je verloor, zeg maar. Of... Ja, nee, maar dat gevoel kwam gewoon terug van die wedstrijd. Als ik verlies, vind ik het niet leuk. Dus als ik die video terugkijk, vond ik het ook niet leuk. Nee, juist van verliespartij kun je leren. Of, Ja, eigenlijk wel, maar echt voor mij kwam dat gevoel zo terug. Ja. Nu langzaam kan ik dan kijken, oké, Britt, wat zie ik? Het heel neutraal houden. Dus dan lukt het wel, maar vroeger was het emotioneel kwam zo erg terug. Ja. Dat was gewoon te lastig. Want hoe lees jij je tegenstander uit? Hè? Dat het wereldje is relatief kleiner of niet? Kan je al je tegenstanders een beetje in wat voor spel ze spelen? Allemaal niet. Dat is inderdaad, het is wel echt een wereldsport. Ja. Zelfs alle landen doen er zo wat aan mee. Maar sommige ken je natuurlijk wel. Maar ik ga vooral uit van mijn eigen spel. Ik ga mijn sterke punten neerzetten. Zodra het inderdaad voor de tegenstander makkelijker wordt, ga ik proberen aan te passen. Ja. Maar ik ga net eerst even kijken van, dit moet ik doen. Ik moet gewoon gaan spinnen, ik moet even goed lopen. En ik kijk soms wel inderdaad van, oké, die heeft goede back en die heeft goede voet. Maar tot in de details niet, want dan word ik gek. Ja. Want ik wil nog wel lekker tafeltennissen. Precies, dat is het belangrijkste. Ja, zeker. Nou, de tijd gaat heel erg snel. En ik ga net zijn dat we moeten gaan afronden. Maar we gaan elkaar volgen. Jij gaat op basis van sport, ga jij niet wekelijks, maar 2 wekelijks column. Ga jij houden over je rijlen en zeilen, waar je bevindt op de wereld, hoe het gaat. Nou, dan kunnen de lezers kunnen jou volgen. En al jouw volgers kunnen jou volgen. Top. Dus we gaan elkaar... We gaan elkaar nog vaak tegenkomen, denk ik. En hierbij vind ik het
We wensen heel veel succes op weg naar Rio. Ja, dankjewel en dan tot de volgende keer zou ik zeggen. Ja, tot later. We praten nog even door buiten uitzending.